driehoekje. Tilleke, ik weet heus wat plein is, hoor. Dan druk er eens op. Nou, laat maar eens. Batterijen op. Ik denk dat de batterijen op zijn. Jezus, Kate! Slecht geweten! Nee, het schrik gewoon! Waar keek jij naar? Vogels. Eenden. Eenden? Vogels? Gansen. Gevogeld in het algemeen. Laat mij eens kijken. Nee. Mag ik grotere borsten? Wat? Nou, vraag dat maar aan je moeder. Het is nou best wel dat je blij bent uitgekeken geraakt. Dus? Dus? Heb ik de nieuwe buren uitgenodigd voor een gezellig avondje, om ze welkom te heten. Is die nieuw? Ja. Goh. Hoi. Doe maar. Waarvan? Winkel. Dan nog? Doe maar. Hoe duur? Afgeprijsd. Ja? 70 euro. Wat? Vreemde keuze. Die trek je toch niet aan als je naar de verjaardag van je nichtje gaat, hè? Het is een uitnodigende blouse, Els. Wie heeft je dat nou weer wijsgemaakt, lieverd? Wat mij dan meegenomen? Jij bent als een zwak schaap tussen al dat personeel. Het is gewoon een mooie blouse. Nou ja, lieverd. Dag lieverd, wetenschap. En die blouse alsjeblieft nooit meer aan. Les vertelt net van zijn zwembad. Oh, heerlijk lijkt me dat in de ochtend baantjes trekken, in de avond kleertjes uit, op je ruggetje kijken naar de sterretjes. God, wat lijkt me dat heerlijk. Zeg, ik vind het prachtig hoor, wat jullie doen, hè, met het adopteren. Goh, in onze tijd ging dat zo makkelijk niet hoor. Nee. In ieder geval bedankt voor de uitnodiging. Ik bedoel, dat doen mensen tegenwoordig niet meer zo, hè. De buren uitnodigen. Het zijn leuke mensen, daar mogen we best blij mee zijn. Zeker. Had het slechter kunnen treffen. Hoi! Ik hoor de stemmen. En? Sorry? Welk cijfer? Vol. Mij? Een mannetje heeft iedere vrouw een cijfer, bewust of onbewust. En ik wil weten wat mijn waarde is. George, mijn vriendje, die zegt een 7 en dat heeft hij naar boven afgerond. Dat is toch veel te laag. Oh, lief van je. Proost. Proost. En nog één. Don heeft prostaatklachten. Had prostaatklachten. Alles doet het weer. Hoi, dat West, alles doet het weer. Als dan past, dan komt er wat vrienden mee. Kieteren maar eens. Ik word nooit gekieteld. Kennen jullie trouwens Vero's vreemde gewoonte om na elke plasbeurt een kwartier lang haar eigen urinegeur te inhaleren? Ja. Als Don klaar komt, is het net of een dwerghamster niest. Vero's eitjes hebben zelfmoord gepleegd van pure ellende. Dat is geen grapje hoor, als dat je huis is. Niet zielig. Ja. Zou ik even van ons toilet gebruik mogen maken? Als jij een gat in de grond wilt pissen, dan wie maar guest. Heb ik in een gat in de grond gepist? Wil ik heeft een zwakke blaas en we moeten nog heel wat huizen langs. Dan zou ik maar opschieten als ik jullie was. Ik doe het bijna op mijn broer. Nou, kom op. We moeten wel het script volgen. Script? We zijn getraind. In Belen? Volgens mij wordt het tijd dat wij gaan, hè? Nee. Nee, geen sprake van. Lina. Lina, heb ik jou al eens de achtertuin laten zien? Nee. Wij hebben een hele mooie vijver. Ja? Prachtige kooikarpers, ja. Wordt heel rustig van. Kom, deze kant op. Vertel mij wat liefde is. Een woord? En de betekenis? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat zou jij moeten weten. Waarom? En jij bent met haar. Ja? Dan zou jij toch moeten weten wat het inhoudt, wat het betekent? Iedereen geeft er toch zijn eigen betekenis aan. Ik bedoel, jij hebt ook een vriendje? Ja. Ja, maar hij is nog jong.
Ja, voor hem telt lust. Hij vindt mij lustopwekkend. Daar zit geen liefde bij. En jullie? Jullie zijn jagers. Kijk eens wat een jager is. Nina, jullie doen ons jagen. Hè? En dan moeten jullie klaar gaan staan met je geweer. Tellen wij terug van 10 naar 0. Dan moeten jullie op ons jagen. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Dat was de afspraak, hè, appelgebakken. Oh, jij wil mij zien genieten? Moet ik aan jou op een andere manier laten zien dat ik aan het genieten ben? Dan wil ik wel. Moet ik voor jou op een andere manier huppelen? Puddingtoefje. Oh, jij wil dat ik op een andere manier huppel? Dan kan ik ook, hoor. Kun je dan aan mij zien dat... God, wat is er warm. Wat is er? Lijk ik op je moeder? Nee. Zesja! Zo gaat dat. Feliciteer.